Jezus heeft een spirituele groei en inzichten gekend. Een bijzonder moment daarin is zijn doop in de Jordaan door zijn neef Johannes. De hele drie-eenheid is bij het gebeuren aanwezig. Jezus ziet de hemel openscheuren en de geest als een duif neerdalen. God de Vader zien we niet, maar die laat zich in het evangelieverhaal horen als een stem uit de hemel, die zegt: Gij zijt mijn zoon, mijn veelgeliefde. Mogelijk was God de Vader wel te zien op een paneel boven dit schilderij. Het silhouet van de duif met zijn gespreide vleugels heeft de vorm van een kruis. Een hint naar het tragische lot dat de doopeling wacht. Hier sluit Jezus zijn kinderjaren af en begint hij aan de missie die hem door God is toevertrouwd. Links zien we drie plechtige toeschouwers. Wie goed kijkt, ziet dat ze vleugels hebben. Het zijn engelen die staan voor de verschillende christelijke kerken in de Renaissance. Opmerkelijk detail, de engelen reiken elkaar de hand. Christenen moeten front vormen tegen de Turken die op dat moment Europa veroveren. Achter Johannes de Doper kleedt nog een doopeling zich uit. Teken dat hij bereid is om zijn vorige leven op te geven. Om je te laten kleden met een nieuw bestaan, moet je eerst naakt staan tegenover God. Een even bleke tint als deze doopeling en Jezus zelf heeft de monumentale boom op de voorgrond. De hele schepping deelt in een spirituele wedergeboorte, door de komst en de doop van Christus.